Goed, welkom bij Zaterdag Live, de talkshow van RTV Discus, aflevering nummer 27 van de tweede jaargang. Vandaag hebben wij voor u de weetjes, actuele weetjes met Milene. Het festival 2 Turven Hoog, de actie 27 maart van Spot 46, de tentoonstelling De Hang in Billy Town en fietsen alle jaren in Scheveningen. Dan hebben we het stamtafelgesprek en dat gaat over het ongeoorloofd schoolverzuim. Of schoolverzuim in de breedste zin dat woord, maar vooral ook wat doen we daaraan. En er zijn ouders die ook graag snipperdagen willen hebben. Ik ga erover praten met Rianne Kolom, als ik het goed uitspreek, van de Bond Studenten in Actie. Peter Hulsen van Ouders en Onderwijs en Aad van Loenen, hij is directeur van de partijschool De Einder. Live artiest roep ik dan, die hebben we vandaag niet. Ook die was ziek, dus we beginnen zeer gehandicapt aan deze uitzending. Maar we gaan eerst naar de weetjes. Dit is Haaglanden Actueel. Een greep uit de actuele zaken in de regio. Nou. Ja, en de weetjes met Milene Oosterhof. Milene, wat heb je gevonden? Nou, er is weer een hele hoop te doen in Den Haag. Het is moeilijk kiezen. Vandaag is er bijvoorbeeld voorjaarsberaderie op de Leiweg.